Waterschap Hollandse Delta is een uniek werkgebied. Het is uniek vanwege de combinatie van kust, agrarische gebieden, dichtbevolkte gebieden, industrie en natuurgebieden. Wij werken met bijna 600 medewerkers aan een leefbaar water en een leefbaar land. En wat we eigenlijk doen is het beschermen van de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast. We zuiveren het rioolwater in ons gebied. En we zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Daarnaast leveren we ook een bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van ons gebied, de ecologische ontwikkeling. En we zorgen voor veilige wegen. Dus dat is heel wat. Het vraagt heel veel veelzijdigheid van het waterschap om aan alle behoeften van onze doelgroepen te voldoen. We hebben de enige ondergrondse zuivering in het Rotterdamse werkgebied, waar minder ruimte is. Dus daar moet je eigenlijk heel innovatief mee omgaan. En zo zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe methodes die we kunnen gebruiken om ons bedrijf nog beter te maken. Het waterschap moet uiteraard zijn werkwijze continu aanpassen aan ontwikkelingen buiten. Eén daarvan is het klimaat. En andere aspecten waar we rekening mee moeten houden zijn duurzaamheid en circulariteit. Die vragen een continue aanpassing van onze bedrijfsvoering, toekomstgerichtheid en innovatie. De cultuur van het waterschap is open. Dat betekent dat mensen zich uit durven spreken, dat ze respect hebben voor elkaars belangen en dat ze investeren en ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Waterschappers zijn vakkundige mensen met passie voor hun vak. We voelen ons allemaal het visitekaartje van de organisatie en leveren daar allemaal een bijdrage aan. Daarmee is het een organisatie die gericht is op verbinding intern en samenwerking extern. Dus het samen doen vinden we iets wat heel erg belangrijk is.